De eerste award is uitgereikt op het SS Rotterdam. De sportcoach van het jaar regionaal is Raymond Sluiter. Raymond, van harte gefeliciteerd. Je bent natuurlijk dolblij. Hier heb je maanden je op verheugd. Ja, dit is uiteindelijk waar je het allemaal voor doet natuurlijk. Hè? Om hier zo die prijs weg te kapen. Maar zonder gekheid, eerlijk gezegd, het had voor jou niet zo gehoeven. Nou ja, het is meer omdat ik de coachprijs, ja, daar vind ik eigenlijk dat je heel veel mensen mee tekort doet. Omdat ja, dan ben ik dat echt. En er zit een heel begeleidingsteam achter Kiki. Ook de mensen die hiervoor met Kiki hebben gewerkt, die fantastisch werk hebben gedaan. En dan is het net alsof ik even binnenkom, kan toveren en het gaat daarna geweldig. Zo... Maar vorig jaar stond ze 101. Ja. Ze werkt een jaar met Raymond Sluiter en ze staat 22e. Kom op zeg. Ja, klopt. En ik heb zeker mijn bijdrage. Alleen het jaar daarvoor had Kiki problemen met schildklier. Had een plekje daar en daarvan wist ze niet of het kanker was of niet. Ze heeft een jaar in die onzekerheid moeten leven. Als ik in dat jaar met haar gewerkt had en er is zoiets aan de hand, dan valt er ook niks te presteren omdat er iets is wat veel belangrijker is. Dus ik ben op het goede moment heb ik met haar kunnen werken en ja, het is denk ik geen geheim dat we heel prettig en goed samenwerken en daar zijn mooie dingen uit voortgekomen dit jaar. Kiki Bertens leert van Raymond Sluiter. Van wie leert Raymond Sluiter als coach? Van iedereen waar ik naar kijk. Ik kijk heel goed om me heen op de tennistour. Ik heb veel geleerd in de samenwerking met Martin van der Brugge, haar trainer vanaf het eerste moment. Maar ook gewoon op de tour. Ik heb mijn eigen ervaringen. En ik denk dat trainen een ervaringsvak is. Dus ik heb ook absoluut niet de pretentie dat ik alles al weet. Ik weet wel veel van het spelletje. Alleen voor mij is het ook gewoon nog ervaring opdoen. Alleen ik weet wel dat ik, nou ja, 24 uur per dag is veel, want ik slaap ook nog wel een beetje. Maar voor de rest ben ik alleen maar bezig om Kiki beter te maken. En als we naar Kiki kijken, wanneer moeten wij dan denken, ja kijk, dat is typisch Sluiter. Nou ja, het is een periode geweest waarin ze haar beste resultaten haalde. Roland Garros sprong wel uit het oog dit jaar met halve finale. Maar ook de week daarvoor won ze een WTA-toernooi. Ze haalde op Wimbledon derde ronde. Alleen vooral de rust die ze uitstraalde op de baan, wat vroeger wel anders geweest is, is daarna helaas ook wel weer wat paniek gekomen. Heeft alles te maken met de druk en hoe mensen anders nu tegen haar aankijken. Ze voelt dat ze meer moet winnen, dat er meer naar haar gekeken wordt. Ja, daar kom ik in de picture. Ik probeer de dingen gewoon zo simpel mogelijk voor haar te houden. Zodat zij zo lekker mogelijk op de baan kan staan. Je moet gewoon lekker tennissen en dan zie je aan het einde wel wie er wint. Het is niet zo heel moeilijk hoor, dat coachvak.